Nou, we staan hier op de IFA in Berlijn en we zijn hier bij Garmin. En Garmin heeft net een nieuwe activity tracker onthuld, de Garmin Vivo Smart 4. Nou, hij lijkt in heel veel opzichten lijkt hij wel op zijn voorganger, de Vivo Smart 3. Maar er zijn een aantal interessante vernieuwingen en daar wil ik het zo even over hebben. Nou, de Vivo Smart 4 is een activity tracker en activity trackers meten gewoon heel veel verschillende dingen. Er zit een hartslagmeter in, ze kunnen bewegingen registreren. Eigenlijk zoveel mogelijk om een goed en compleet beeld te krijgen van je activiteiten en hoeveel calorieën je verbruikt, etc. Nou, de nieuwste toevoeging aan dat pakket van metingen is eigenlijk een nieuwe sensor die het zuurstofgehalte van je bloed kan meten. De nieuwe sensor meet dus het zuurstofgehalte in je bloed via de pols. Nou, normaal gebeurt dat eigenlijk via je vinger, via een saturatiemeter. Dat doe je dan meestal bij een huisarts. Uit de meting volgt hetzelfde getal. Alleen Garmin zegt wel dat het niet geschikt is voor medische doeleinden. Dus het is meer een indicatie van je gezondheid. Als het nou een aantal keren voorkomt dat je een waarde ziet die niet past bij een gezond persoon, dan is het natuurlijk wel tijd om even naar de huisarts te gaan. Nou, de Garmin Vivo Smart 4 verschilt niet zo heel erg veel van de voorganger. Het scherm is waarschijnlijk wel ietsje beter. Nou, de belangrijkste toevoeging is toch wel de nieuwe sensor. Het is gewoon wel weer een nieuwe stap in de ontwikkeling van een activity tracker. Namelijk dat je steeds vaker medische toepassingen erin krijgt. Hij is waterdicht. Je kunt ermee zwemmen. Je kunt ook je zwemactiviteiten ermee bijhouden. Maar hij heeft geen GPS en dat is op zich jammer. Dat betekent dat je een rondje hardlopen eigenlijk minder goed kan vastleggen. Ja, je mist dan toch het tempo en een aantal andere zaken die je wel ziet bij sporterloos en smartwatches. Nou, hij is er in 4 kleuren en gaat €140 kosten. En hij is vanaf volgende week beschikbaar. Nou, zodra wij hem in handen hebben, gaan we hem testen en dan zijn de testresultaten op onze website te zien.